We gaan nu een paar van de belangrijkste genres behandelen. De actiefilm is een filmgenre waarbij de actiescènes belangrijker zijn dan het verhaal. De film draait meestal om één enkele held die het tegen een overmacht van tegenstanders moet opnemen. Een comedy is een film met het doel het publiek te amuseren en de kijkers aan het lachen te maken. Er zijn verschillende soorten comedies: slapsticks, parodieën, vulgaire comedy, tragicomedy en de romantische comedy. Dat is een genre op zich. In science fiction films gaat het vooral altijd over een fictieve wereld die zich op een andere planeet of in de toekomst afspeelt. De enige voorwaarde voor een science fiction film is dat de technologie zich verder heeft ontwikkeld dan nu. De romantische comedy is een genre waar zowel komische films als romantische films een eigen filmgenre maken. Horrorfilms zijn films waarin angst voor iets het hoofdthema van de film vormt. Horrorfilms vertonen vaak vaste patronen in de stijl, set, opbouw en boodschap. Een thriller is een genre van fictie waarin er sprake is van bijzondere spanning. Dit is een van de meest gemaakte en bekeken genres. Er zijn over de jaren veel films gemaakt, waarvan een paar films historische meldpunten zijn in de filmgeschiedenis. Films die vernieuwing brachten in de manier waarop mensen films maakten en bekeken. Dit zijn enkele van die mijlpalen. De eerste film ooit gemaakt is The Roundhay Garden Scene, van de Franse uitvinder Louis-Aimé Augustin Le Prince. The Roundhay Garden Scene is een korte film van 20 frames die werd gemaakt op 14 oktober 1888. De film wordt opgenomen met 12 beelden per seconde en is het oudst bewaard gebleven film. De eerste film die ooit in de bioscoop vertoond werd is La Sortie de Lucien Lumière à Lyon. Hij werd voor het eerst bekeken op 22 maart 1895 door de Franse gebroeders Lumière. Het gaat over werklieden die de Lumière'se fabriek verlaten. De bekendste Amerikaanse stomme film is The Tramp uit 1915 met Charlie Chaplin in de hoofdrol. Deze film heeft een grote bijdrage geleverd aan de groei van de opkomende filmindustrie in de Verenigde Staten. De oudste bekendste geluidsfilm ter wereld is The Jazz Singer. In feite wordt er in deze film alleen maar een paar minuten gezongen. Verder is het een stomme film met soundtrack eronder. De eerste film waarin gebruik gemaakt werd van Technicolor is The Cat in the Fiddle. Eerder werden er ook al films gemaakt met een paar minuten kleur, maar dat was met een tweekleurig systeem. De eerste 3D-film die ooit gemaakt werd is Buona Devil. Hij is gemaakt in 1952. Hierop volgde een korte golf van 3D-films in Amerikaanse bioscopen. De eerste Bond-film is Dr. No. Die werd gemaakt in 1962. Deze film is de grondlegger van de actiefilm zoals wij hem nu kennen. En als laatste Avatar. Voor het eerst sinds de jaren 50 wordt de 3D-film weer populair. Dit komt door nieuwe filmtechnieken die film bijna levensecht weergeven. Het is zo succesvol dat deze film de meest bezochte film ooit is geworden. En dan nu special effects. Een stukje techniek die je een stapje buiten de realiteit brengt. Computeranimatie. Een techniek waarbij bewegende beelden gemaakt worden met behulp van de computer. Motion capture. Dit is een techniek waarbij sensoren op het lichaam geplaatst worden die waargenomen kunnen worden door een computer. Hierdoor kunnen zeer natuurlijke bewegingen gemaakt worden bij computergeanimeerde creaties. Bloed en kogels. Voor bloed wordt vaak gewoon ketchup gebruikt, maar sommige regisseurs gebruiken uitsluitend dierenbloed. Het effect waarbij iemand geraakt wordt door een kogel wordt gedaan door een met bloed gevuld condoompje waaraan een klein explosief is verbonden die tot ontploffing wordt gebracht door een ontsteker. Maar tegenwoordig wordt dit steeds vaker vervangen door computeranimaties. Explosies. Explosies worden vaak gemaakt door pyrotechnische machines die gecontroleerde explosies kunnen maken. Maar door de verbeterde computertechniek worden de explosies steeds vaker met de computer gemaakt. Bluescreen en greenscreen. Dit zijn oude, maar veel gebruikte technieken waarbij de voorgrond en achtergrond apart worden opgenomen. De speciale kleur is gekozen omdat het niet in de kleur van de huid voorkomt, zodat het beeld makkelijk te bewerken is. Compositing. Dit is een techniek waarbij een beeld in een ander beeld wordt geplaatst. Latex. Door middel van latex is het mogelijk om het uiterlijk van acteurs te veranderen. Over films is veel te vertellen, maar we hopen dat we je de basis hebben laten zien. En zoals bij elke film komen dan nu de credits. Volgens mij zijn we sowieso tot half 1, 1 uur bezig zo meteen. Wat die doe ik daar van nu? Huh? Eerdere films werden ook al films gemaakt?
Wacht even. Maar zoals bij elke film komt er dan nu de aftiteling. Nederland. Dat was het.